Ik heb voor deze video een kleine topic. Het is geen adviesvideo, maar het is wel iets dat ik wel wou bespreken, wou delen. Iets waarover ik het wou hebben. Er zijn hier plasjes in de lucht aan het vliegen. By the way. Ah, Capri Sun Safari Fruit. De enige echte. Die rietjes zijn wel niet meer zoals ze waren natuurlijk. Het zijn overal die papieren rietjes. Dus, hey. Ja, kijk, het is voor het goede doel, het is voor het milieu. Dus we gaan het accepteren, maar it's not the same. Maar wat wil ik zeggen? By the way, die safari fruit, dat is de enige Capri Sun, denk ik, die legit is. Want of die appelsien Capri Sun, die is ook nog echt nice. Maar voor de rest, bosvruchten en al die andere waterige varianten, moet ik echt niet hebben, man. Ik ben echt op die safari fruit. Capri Sun, man, ik weet niet hoe dat ze dat hebben gedaan, maar Capri Sun, wie kan er nee zeggen tegen Capri Sun? Dat is echt een van de weinige drankjes waar je echt op elk moment gewoon zin in kunt hebben. Tenzij dat je net je tanden hebt gepoetst. Want dan, alright, dan is het niet meer lekker. Iedereen die binnenkomt of iedereen die je ziet, als je zegt van, ik heb nog een Capri Sun, moet je eentje hebben? Ja, geef maar. Capri Sun, ik weet niet wat jullie hebben gedaan, wat erin zit, maar legit. Jullie hebben echt het geheime recept, maar net als bij SpongeBob gewoon. Jullie hebben echt iets dat de rest niet heeft. Maar goed, Mason Greenwood. Voor de mensen die hem niet kennen, Mason Greenwood is een 20-jarige voetballer. Die speelt bij Manchester United. Manchester United, ja, Manchester spreekt voor zichzelf. Het is een club in Engeland. Voor de mensen die de club niet kennen, is een club waar Cristiano Ronaldo nu speelt. Ik weet niet of jullie het nieuws een beetje hebben gevolgd. Vooral interessant is voor de voetballers, voor de atleten, maar ook gewoon in general zit er echt een message in. Wat is er gebeurd met hem? Zijn chick, dus hij heeft een vriendin. Zijn chick heeft foto's geleakt, of niet geleakt, maar openbaar gemaakt, waar dat ze helemaal geklapt was. Dus haar hoofd was verminkt, haar gezicht was verminkt, helemaal blauwe plekken, etcetera. En blijkbaar, of zij beweert dat hij dat heeft gedaan. Nu natuurlijk, het is allemaal beweren, is het waar, niet waar, bla bla. Wat er ook is gebeurd, ze heeft ook een audio geleakt, waarin hij dus haar eigenlijk dwong tot seks. Dus hij zei van, kom, laten we seks hebben. En zij zei, nee, ik heb geen zin. En dan werd hij agressief en bla 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 bla. Snap je? Nu, dat is wat er is gebeurd. Alright? Nu natuurlijk, dat heeft ook gevolgen. En dat is waar ik naartoe wil gaan. Dat is waarom dat interessant is voor de Ballymans, voor de whatever, artiesten. Iedereen die iets te verliezen heeft. Dit verhaal is echt interessant als je daarover nadenkt. Of laat het een les zijn voor meerdere mensen. Want kijk nu, de gevolgen van deze situatie zijn de volgende. Ik zal de link van het artikel in de comments zetten. Dan kun je zelf zien, moest je geïnteresseerd zijn, dan kun je zelf de details een beetje zien. Dus kijk, de speler staat op non-actief en United fans die thuis een Greenwood shirt hebben liggen, kunnen die gratis inruilen voor een exemplaar van de naam van een andere speler. Oké. Je staat op non-actief. Wat houdt dat in? Non-actief staan, dus dat betekent dat je niet in een selectie kunt staan. Je kunt niet spelen, kunt geen wedstrijden spelen. Dus je doet niet mee. Je staat er niet in. Je staat niet meer in een selectie. Je bestaat niet meer in de club. Begrijpt je wat ik bedoel? En besef, deze spelers op dat niveau, elke wedstrijd die je speelt, jij wilt niet weten hoeveel geld dat die krijgen. Zelf door niet te spelen, zelf door gewoon op de bank te zitten, is dat een serieuze cash dat zij maken. Snap je? Dus hij loopt veel geld naast nu. Hij verliest nu sowieso veel geld. Eerder had de club al alle merchandise met zijn naam uit de verkoop gehaald. Nike zette de samenwerking met Greenwood inmiddels ook op stop. Dus je hebt een hele deal met Nike. Wat jullie ook moeten weten is, je hebt een contract met je club, maar als je een speler bent met een naam, je contract met je merk, met je sponsor, met je brand, of dat met een restaurant is, bijvoorbeeld mensen die deals hebben met bijvoorbeeld met KFC, mensen die deals hebben met McDonald's, die deals leveren zoveel meer geld op dan je contract dat je hebt met je club. Dus Nike, dus zijn sponsor, heeft de deal ook stopgezet. Hij werd geschrapt uit het videospel FIFA 22, dus hij staat ook niet meer in het spelletje, etcetera. En by the way, ook nog Cristiano Ronaldo, Jesse Lingard, de bla bla, Paul Pogba, etcetera. Dus al zijn collega's, al zijn ploegmaten hebben hem ook ontvolgd. Het punt dat ik wil maken is, ik weet niet of hij echt gaat herstellen van dit. Wat er is gebeurd is, ik weet niet wat er is gebeurd of ik weet niet hoe die gast in elkaar zit, maar besef dat het allemaal is gebeurd omdat je niet kon omgaan met hoe dat je chick zich gedraagde. Ze deed dingen die jij niet accepteerde, of zij nu gelijk heeft, of jij nu ongelijk hebt, whatever. Denk daarover na, ga terug naar de basics. Wat er is gebeurd is eigenlijk, dus door wat zij heeft gedaan, dat natuurlijk een gevolg is wat jij hebt gedaan, begrijp me niet verkeerd, maar dus door wat zij heeft gedaan, zij heeft de power eigenlijk gehad, of zij heeft haar power gebruikt
om u echt te ruïneren. Je hebt haar fysiek geruïneerd, sowieso, en dat is natuurlijk het gevolg daarvan. Kind of a karma, snap je? Maar zij heeft je geruïneerd. Je hebt geen club meer, of je staat zien op non-actief. En geloof mij, ik weet niet hoe dat gaat gebeuren. Ik veronderstel waarschijnlijk dat er clubs, of dat de club, of natuurlijk, snap je, daar zit veel geld in. Advocaten, et cetera. Ik weet het niet. Misschien gaan ze iets vinden. Maar het is heel, heel, heel zelden dat mensen herstellen van zulke scenario's. Mensen gays uitschelden, je wordt gecanceld. Religieuze shit, je wordt gecanceld. Tegenwoordig kun je ook al over COVID, als je het verkeerde ding zegt over COVID, als je het verkeerde ding zegt over vaccins, kun je ook al gecanceld worden. Een voorbeeld. Chris Brown. We gaan niet liegen. Chris Brown vroeger... Dus zeg maar, alles wat voor pre-Rihanna, pre-incident met Rihanna, Chris Brown was top. Hij was top tier. Hij was echt daar, snap je? Dan is dat gebeurd. Die gast heeft een dip gekregen. En ik vind persoonlijk, iedereen zegt maar nee, hij maakt nu goede muziek. It's not the same. Na die dingen, na de incident met Rihanna, zeg maar eerlijk, Chris Brown is not the same. Is niet meer hetzelfde. Is niet meer hetzelfde. Zulke incidenten kunnen u kraken, kunnen u kapot maken. Blijf van vrouwen af. Nu kijk, een message voor de boys of message voor mensen die iets te verliezen hebben. En dat is vooral eigenlijk een klein beetje meer gericht naar de mannen toe. Waarom dat? Omdat gewoon, stel je voor dat je het omdraait. Of stel je voor bijvoorbeeld, kijk, als man zijnde, blijf van vrouwen af. Punt aan de lijn. Blijf daarvan af, want je kunt dat niet winnen. Je kunt dat gevecht niet winnen. Als je een probleem hebt met een vrouw, praat daarmee. En als hij niet luistert, you gotta walk away. Dan moet je wegstappen. Want je kunt niks doen. Als jij roept, want zeker als die chick dat weet. Want er zijn veel vrouwen die ervan bewust zijn van... Oh, ik ben een vrouw. Wat gaat je doen? Hè? Wat gaat je doen? Hier, sla mij. It's a trap. Want als je dat doet, die gaat liegen. En jij gaat een bak in en je kunt het daar gaan uitleggen. Ja, maar zij dachten mij uit dit en dat. Allee meneer, is dat dan een reactie? Gaan we dan slaan? Allee, hup. Geef je handen maar hier. Klik, klak, locked up. En ze kunnen roepen free. Nee, als je een discussie hebt met een chick, gebruik je woorden. En als je ziet dat ze aan het escaleren en die chick wordt agressief, et cetera. Sta op, pak je klik en je klakken en vertrekt. Zorg dat ze een beetje afkoelt. Zorg dat je zelf ook afkoelt. Want kijk nu hier in deze situatie. Dat gaat niet. Je kunt niet winnen. Je kunt dat niet uitleggen. Ook al is zij vreemd gegaan. Bijvoorbeeld, stel je voor zij is vreemd gegaan. Of stel je voor, je hebt ruzie met je chick en zij gaat vreemd. Je kunt niks doen. Walk away. En dat is het beste dat je kunt doen. Als jij gaat zitten roepen, als jij gaat zitten meegaan, als zij dingen gooit en gaat dingen teruggooien, dat is allemaal, je zit op hetzelfde niveau. En ik zweer het u. Met een vrouw kun jij niet discussiëren. Je kunt hetzelfde bijvoorbeeld... Ik ben de hele tijd van topic naar topic aan het gaan. Hetzelfde bijvoorbeeld met sms'en. Stel je voor, je hebt ruzie. Ik kan bijvoorbeeld geen ruzie hebben via sms. Omdat ik typ niet snel genoeg. Als ik de ruzie heb met een chick via sms... Ik wil iets typen. Die chick blijft schieten. Oh, dit en dat en dat. Daar raakt niets meer tussen. Calm down. Zij wil helemaal naar hier gaan. Daal het niveau. En zij moet terug naar hier komen. Als jij met mij wilt praten... Doe kalm. Als je met mij wilt praten, praat deftig. Als je met mij wilt praten, verhef je stem niet. Zeg wat jij wilt zeggen en als ik praat, luistert je. En als jij praat, dan ga ik ook luisteren. Maar we kunnen niet back en forth, dit en dat. Dat gaat niet. Dus nogmaals, ik ben zelf mijn punt kwijt, maar voor de boys, ballymans, et cetera. Wees voorzichtig, want jullie lopen met bakken geld rond. Jullie hebben geld. Artiest hetzelfde. Whatever dat je doet. Als je in een positie zit waar dat je zogezegd in je relatie meer te verliezen hebt dan de andere persoon, wees voorzichtig. Want in één keer kan alles van je afgenomen worden. In één keer, dat kan supersnel gaan, je gaat niets begrijpen. Zomaar. Blijf van vrouwen af, want dat gaat je ruïneren. Kijk bijvoorbeeld hier, die Mason, hij wil seks hebben en zijn chick wil het niet. Stel je voor eens in die situatie. Jij wil seks met je chick, zij wil dat niet. Stel je de vraag waarom dat zij niet wil. Snap je? Ik bedoel, waarom? Is ze moe? Moe. Heeft zij geen zin? Is zij niet? Heeft zij haar regels? Is zij niet meer tot je aangetrokken? Je kunt... Hoe is in je hoofd de oplossing om die chick te dwingen? Dat snap ik niet. Als die chick niet wil, denk er vanaf of jij loyaal bent. Denk er vanaf of zij je wifi is, et cetera. Zeg gewoon, oké, okay, no problem. It is what it is. En jij gaat verder, dus noods ga je naar de badkamer, ga je naar de wc en je doet even wat jij moet doen en safe. En je bent tranquille, voilà. En daarop morgen is er een nieuwe dag. Maar werk aan jezelf.
Zorg ervoor, kijk, weet je wat het is? Ik persoonlijk heb nog niet vaak... Ik moest af nadenken wanneer de laatste keer is geweest dat ik met een dame was en dat zij geen zin had in mij. Meestal is het ik die zegt van... Snap je? Maar andersom, snap je, die chick is altijd down. Ten eerste omdat ik niet forceer. Ten tweede ook omdat ik ben bezig, snap je? Dus als ik er ben, als ik daar ben rondom haar, dan is ze blij dat ze mij aandacht geeft van oh my god, hij is hier naast mij. Ik wil er het beste van maken. Snap je, ik bedoel? Die dynamiek. Denk daaraan, werk daaraan. Werk aan jezelf. Zorg ervoor dat je zo aantrekkelijk bent dat die situatie niet kan komen. Maar stel dat die situatie toch komt. Stel dat jouw chick wilt jou niet. Ga je ineens beginnen dwingen en zo, broeder, waar ben je mee bezig? Laat dat. Hou die power. Hou de power. En als ze niet wilt, so be it. Snap je? En dan de volgende keer zeg jij van, weet je wat, ik heb geen behoefte. En dan gaat zij een beetje nadenken van, oh my god, hoe komt dat? We liggen samen in bed, hij raakt mezelf niet aan. Of we liggen samen in bed, maar hij is mij niet aan het aanraken op plekken waar hij laat zien dat hij mij wilt. Zij gaat beginnen nadenken. Verander de dynamiek. Hou de power, boys. Hou de power. Niet verliezen. Ik kan het niet genoeg zeggen, want deze situatie hier... Die guy is 20 jaar. Multimiljonair. Die gast is binnen. Wie is mijn bellen? Die gast is binnen. En nu ineens... Zulke situaties. Dat kan je carrière ruïneren. Dat kan je legacy ruïneren. Dat kan je nakomelingen ruïneren. Boetes, laat staan boetes. Al, snap je? Hoeveel geld loopt jij mis door gewoon zulke situaties? Laat u niet vangen. Laat u niet vangen. Dat is wat ik wou zeggen, joh. Ja, man. Hele shit is heavy, man. Ik zeg eerlijk. Maar goed, anyway. Laat een les wezen voor iedereen. Hij heeft die fout gemaakt, dan hoeven wij die niet meer te maken. Dus hey, blijf sowieso positief. Hou je kopje erbij. Hou je hoofd erbij. Je hebt te veel te verliezen. Denk daaraan. Die chick gaat jou uitdagen. Die chick gaat jou willen proberen triggeren. Dat is hoe dat is. Ze gaat zien van, hij is op een andere level. Wat ik zeg, dat interesseert me. Ik moet een manier vinden om hem te triggeren. Laat u niet triggeren. Wees slim. Snap je? Wees een stapje voor. Wees bewust. Als ze zich niet gedraagt, zoals jij wilt dat ze zich gedraagt. Baby, you're getting replaced. You're getting replaced. Zo simpel is het. En snap je, dames, kijk, nu is dat cru. Je zegt van, oh my god, kijk hoe hij praat, dit en dat. Jullie weten, ik heb love voor jullie. Ik heb sowieso love voor jullie. Snap je? Maar in deze situatie, het is eventjes een boodschap voor de boys. Dat is belangrijk. Wees op je A-game. Wees attent. Wees spits. Sowieso, alright? Anyway. Wauw. Dat is goed. Ik zou betaald moeten worden voor dit, hè. De manier hoe ik praat over Capricorn en zo. Damn. Goed, anyway. Dat is gezegd geweest. Harley Hood. Hey, heb een fijne avond. Heb een fijne dag. Hangt er vanaf wanneer je deze video kijkt. Sowieso. Like deze video sowieso. Als je er iets aan had. Sowieso subscribe. Hetzelfde. En ja, ga me volgen op social media. Insta en TikTok. Hetzelfde gebruikersnaam. En moest je advies nodig hebben. Sowieso hit me up. Stuur me een DM. En dan ben ik er ASAP. Alright. We zien elkaar voor de volgende video. Shut up, thanks.